En wat onwijs leuk dat jij vanavond met ons meekijkt. Ik ben Nienke Nijman, ik ben relatiecoach en, uh, bij Lexa. Ik ben seksuoloog en relatietherapeut daarnaast. Ik ben de auteur van het boek De Relatie APK en ik heb ook nog eens de podcast Seks, Relaties en Liefdes. En vanavond ga ik jullie helpen om eigenlijk een beetje de zoektocht naar de liefde wat, wat leuker te maken, wat makkelijker te maken. En omdat we live zijn. Kan het zomaar eens zo zijn dat er, uh, dat er even iets misgaat? Of dat er iets helemaal, niet helemaal lekker loopt? Het kan ook zijn dat jij thuis merkt dat jouw scherm ineens bevriest. Probeer hem dan eventjes opnieuw uh, te laden. Meestal zijn de problemen dan verholpen. Maar mocht het nou zo zijn dat er toch iets niet helemaal lekker loopt, laat het dan even via de chat weten. En dan gaan wij proberen om alles zo vlekkeloos mogelijk te laten lopen. En wij gaan het hebben. Over een aantal onderwerpen. Als eerste beginnen we bij het stukje over hoe intens het online daten eigenlijk kan zijn. We gaan het hebben over elementen die jij kan terug laten komen als jij je profiel vormgeeft. Eh, we hebben een aantal do's en don'ts met betrekking tot online daten. Maar we gaan het ook hebben over een stukje zelfvertrouwen en hoe kan je er nou voor zorgen dat je het vertrouwen houdt. In het van de, van de liefde. Want dat is lang niet altijd even makkelijk. Nou, om ervoor te zorgen dat jij vanavond niet het idee hebt dat je in je eentje aan het kijken bent. Zijn er een aantal tools, be, tools bedacht voor vanavond. Uh, om het wat interactiever te maken. Nou, als eerste uh, hebben wij vanavond vier delen. En elk deel zal ik beginnen met een vraag. Welke jij kan beantwoorden. Ik zal het aangeven op het moment dat de vraag uh, uh, zichtbaar is. Dan kan je deze beantwoorden via het roze plusje in het scherm. Maar daarnaast kan je ook gedurende het hele event, kan je elke keer als jij iets hoort waar jij iets aan hebt, iets wat jij herkent of iets waarvan je denkt, hé, hey, dit klinkt interessant en wil ik meer van weten, dan kan je het roze hartje indrukken. Nou, vervolgens um, ga ik jullie ook vragen om pen en papier erbij te pakken. Dat is natuurlijk in eerste instantie zo omdat jullie vanavond hier zijn ja, om dingen te leren, om nieuwe dingen te horen. En ik vertel jullie mijn dingen in mijn woorden. En daarin is het heel erg belangrijk dat je ook dingen in je eigen woorden opschrijft. Bovendien kan ik me voorstellen dat er wellicht zoveel informatie jouw kant op komt, dat je niet alles meer kan onthouden. Dus gun jezelf dan gewoon eventjes het gemak van een stukje pen en papier. Schrijf het op. En vervolgens kan je er later mee aan de slag. Bovendien is het ook zo dat ik jou ga vragen om een aantal dingen heel concreet voor jezelf op te schrijven. En wat misschien wel leuk is om te weten, is dat als je het hebt over dingen leren, nou je kan dingen leren doordat ik het aan jullie vertel en dat je het dan hoort en opslaat. Maar op het moment dat je die dingen ook nog eens opschrijft, dan wordt er een ander gedeelte van de hersenen geactiveerd, waardoor het dus nog beter wordt opgeslagen. Aan het einde zal er in de chat een link gedeeld worden waarbij je terug kan kijken naar het vorige event wat we hebben gedaan. De focus lag daarbij heel erg op communicatie en op de eerste date. En als je nou denkt naar aanleiding van uh, dit event, ik wil daar meer over weten. Kijk dan vooral dat event nog even terug. Nogmaals, dat is dus aan het einde van, uh, van de QA. Want we gaan eerst dus een aantal dingen bespreken. En de laatste 30 minuten ongeveer zal ik vragen gaan beantwoorden. En dan aan het einde zal daar de link gedeeld worden. Dus wil je die kijken, dan moet je sowieso even tot het einde wachten. Dan gaan we nu naar het eerste gedeelte. Om beter bekend te raken uh, met Lexa, met de mogelijkheden binnen de app, maar ook om even echt goed te kunnen invoelen hoe, le, uh, voelen hoe het nou is om op Lexa te daten, ben ik de afgelopen weken als member actief geweest op Lexa. En dat waren hele leerzame weken, maar ook hele intense weken. Dan heb ik voor jullie de eerste surveyvraag, namelijk online op zoek gaan naar de liefde. Is intenser dan offline gekoppeld worden dan iemand. Dus online op zoek gaan naar de liefde is intenser dan offline gekoppeld worden aan iemand. Ik kan deze vraag dus beantwoorden door uh, op het roze plusje te drukken wat in je scherm komt. En de reden waarom deze stelling hier staat, is omdat de afgelopen week voor mij hele waardevolle weken waren, zoals ik al aangaf maar ook hele intense weken. Ik wilde heel graag weten, hé, hey, maar wat gebeurt er nou? Wat speelt er nou onderling? En hoe voelt het nou om online op zoek te zijn naar de liefde? En dan kan je natuurlijk zeggen, ja, maar het is niet helemaal hetzelfde op het moment dat je er professioneel gezien op zit en niet echt op zoek bent naar de liefde. En dat kan ik alleen maar beamen. Maar wat ik me wel kan voorstellen is dat als het voor mij al zo'n intense periode is geweest, dat het voor jullie alleen nog maar intenser zal zijn. En dat heeft te maken met het feit dat, um, tenminste, een van de dingen die ik daarin heel erg uh, merkte, was dat de intensiteit van emoties, die komen zoveel sneller. Er zijn zoveel meer verschillende emoties die in een hele korte tijd worden ervaren. En zo kan je bijvoorbeeld binnen een uur de volgende dingen ervaren. Een gevoel van hoop en enthousiasme als je iemand voorbij ziet komen die je aandacht trekt. Een gevoel van spanning en twijfel als je overweegt een berichtje te sturen of een like te geven. Een gevoel van dapper zijn als je je bericht schrijft en stuurt. Maar dan ook weer een gevoel van onzekerheid zodra het is gestuurd, want heb je wel het juiste gestuurd. Een gevoel van onrust terwijl je wacht op een antwoord en telkens kijkt of de ander al online is geweest. En een gevoel van hoop en kriebels als de ander een bericht stuurt. Maar ook binnen datzelfde uur. Een gevoel van teleurstelling als het antwoord uitblijft of niet uitnodigend is. Een gevoel van opluchting als het een prettig bericht is. Een gevoel van enthousiasme en geluk als je in een leuk gesprek verwikkeld raakt en vervolgens weer een gevoel van eenzaamheid en onzekerheid als het gevoel ineens het gesprek ineens ophoudt. Het gevoel dat je krijgt wanneer je heel veel aandacht krijgt van iemand wat zelfs verslavend kan werken. Maar vervolgens ook weer de leegte en de eenzaamheid als die aandacht ophoudt of überhaupt uitblijft. En hoewel deze gevoelens ook kunnen ontstaan op het moment dat je in het fysiek iemand aan het daten bent of iemand leert kennen, lijkt het alsof het via het internet als een katalysator werkt, alsof het internet als een vergrootglas werkt voor alle gevoelens die je maar kan hebben. Ze zijn vaak veel intenser en wisselen elkaar veel sneller af. En zelfs als je dus nog niet echt met iemand in gesprek bent, kan het zo zijn dat die gevoelens er al zijn? Het gevoel van hoop. Het gevoel van teleurstelling. Dus zelfs als je nog niet met iemand in gesprek bent, dan kan je al van alles voelen. Dan dacht je van het gevoel van afwijzing. Dus het online daten zorgt voor een heleboel emoties. Daar waar het internet gewoon zorgt dat mensen zich toch wat makkelijker, wat sneller openstellen. Um, ten opzichte van situaties. In, in, in situaties waar ze face-to-face -face contact hebben met iemand. Maar ook dat je in je eigen bubbel aan het, aan het scrollen bent op je telefoon. Of dat je met iemand aan het chatten bent. Je zit vaak dan in je eigen bubbel zonder dat je echt direct kan afstemmen met de ander. Daarin gaan ook je eigen gevoelens en je eigen gedachten. ...gaan soms ook een beetje met je aan de haal. Je gaat dan wat fantaseren en bedenken hoe het allemaal zou kunnen zijn. Maar ook gevoelens um, als je niet weet wat je tegen de ander moet zeggen. Of wanneer je overweldigd wordt door de hoeveelheid berichtjes die je krijgt. Want wat dat betreft lijkt het ook te zijn alsof er... Ja, bijna net als in alles een enorme polarisatie is. Dus je hebt enorm twee kampen. Je hebt mensen die heel erg smachten en verlangen naar aandacht en daar heel erg naar op zoek gaan, maar die in hun beleving niet altijd krijgen. Maar ook mensen die juist heel veel berichtjes krijgen en daardoor ook soms door de bomen het bos niet meer zien. En dat er dus ook oprechte hele leuke contacten een beetje ondergesneeld raken door de hoeveelheid aan berichten die er komen dat ze niet meer altijd toekomen aan het antwoorden van andere berichten. Nou, en ondertussen hebben wij ook um, de uitslag van de survey terug. En dat was: online op zoek gaan naar de liefde is intenser dan offline gekoppeld worden aan iemand. Daarbij had 60% van de mensen had als antwoord ja en 40% van de mensen had als antwoord nee. Dus het is net eventjes meer dan de helft, maar over het algemeen wordt dat toch als intensiever gezien op het moment dat je online op zoek bent naar de liefde. En dat kan ik me ook heel erg goed voorstellen, want het voortdurend jezelf openstellen uh, naar een ander, het voortdurend jezelf kwetsbaar opstellen naar een ander, ja, dat is ook een ontzettend intens proces. En daar. Je ook absoluut beter in worden, en ik denk ook dat je daarin jezelf een beetje moet beschermen. Dat je jezelf um, niet altijd maar openstelt naar iedereen of in een bepaalde mate en dat je jezelf misschien af en toe een beetje moet, moet afremmen. Maar als het om de liefde gaat, wil je er natuurlijk eigenlijk gewoon helemaal induiken. Je wil er helemaal voor openstaan en er op vertrouwen dat de ander de juiste intenties heeft. En je wilt het een kans geven en niet jezelf voortdurend afremmen en vanuit een helikopterview alles maar analyseren wat er gezegd wordt en wat er gedaan wordt en wat jij het beste kan doen. Want de zoektocht naar de liefde is, zou geen strategisch spel moeten zijn. En toch kan je je ook niet helemaal veroorloven door jezelf elke keer maar helemaal kwetsbaar op te stellen en je helemaal open te stellen. Naar iedereen die jij ontmoet. En daarmee moet je jezelf ook realiseren dat je moet ook zoeken naar die balans. En want als je jezelf erin stort, dan zal het te intensief zijn. Maar als je jezelf continu op de rem trapt, dan zal loop je misschien ook wel de kans mis om de liefde te vinden. En met dit laatste stukje, hé, je continu maar op die rems strappen, um, daar kan je jezelf mee beschermen. En een ander mechanisme wat we eigenlijk telkens vaker zien, ook voor een stukje zelfbescherming, dat is sceptisch zijn. Want als het onwijs klikt en het is onwijs leuk en het lijkt eigenlijk een beetje too good to be true, dan worden we sceptisch. Want wat is er dan mis met de ander? Klopt het dan wel? Maar aan de andere kant, als de ander niet heel erg uh, intensief in het contact investeert, niet heel erg beschikbaar lijkt, zijn we ook sceptisch. Dan zullen de intenties wel niet juist zijn. En met sceptisch zijn lijkt het alsof we onszelf telkens meer proberen te beschermen tegen hartpijn, tegen teleurstelling. Maar het is ook wat echt nodig om erop te kunnen vertrouwen dat de ander wel de juiste intenties heeft. En erop te vertrouwen dat het soms gewoon echt onwijs leuk kan zijn. En daarmee mag je ook onthouden dat in het echte leven, als jij gewoon op straat loopt, als je op een feestje bent, als je op werk bent, er wordt niet van jou verwacht dat jij heel erg geïnteresseerd in iedereen bent. En zeker als het gaat om romantische interesse. En andersom geldt dat natuurlijk precies hetzelfde. Niet iedereen is op een romantische manier geïnteresseerd in je. En dat is maar goed ook. Want anders zouden we helemaal overweldigd worden door alle aandacht en alle prikkels die er dus zouden zijn. En het lijkt alsof mensen dat heel vaak vergeten met het online daten. Want er zijn een heleboel mensen beschikbaar. Maar niet iedereen die daar is, daar hoef jij interesse in te hebben. Net zo goed als dat niet iedereen die beschikbaar is, interesse in jou zal hebben. Dus vraag je daarin ook af en toe eventjes bewust af, hé, hey, hoe sta ik daarin? Heb ik het gevoel inderdaad dat iedereen die niet reageert mij persoonlijk afwijst? En moet ik dat dus ook echt als een afwijzing zien? Of mag je dan eventjes jezelf geruststellen en heel rationeel bedenken, ja kan het de ander misschien ook niet kwalijk nemen, want ik kan niet verwachten dat een ieder in mij op een romantische manier geïnteresseerd is. Vervolgens is er een gevoel, wat ik ook ontzettend heb ervaren in die paar weken. En dat is een gevoel wat bij de meesten die ik ook gesproken heb heel erg bekend is. En dat is namelijk een gevoel van onzekerheid. Ben ik wel leuk genoeg? Zou de ander wel reageren? Zou de ander mij leuk vinden? Zijn mijn foto's wel leuk genoeg? Is mijn profiel goed genoeg? Heb ik misschien het verkeerde gezegd of geschreven? Um, maar ook, is de ander wel oprecht? Word ik niet belazerd? En onzekerheid is gewoon iets wat eigenlijk nou ja, onoverkomelijk is in de hele zoektocht naar de liefde. En dat gebeurt ook op het moment dat je fysiek iemand ontmoet of dat je fysiek aan iemand wordt voorgesteld. Alleen wat je vervolgens krijgt is dat als de liefde bevestigd wordt, die onzekerheid ook afneemt. Als je kijkt naar online daten, is de periode van die zoektocht naar de liefde is natuurlijk eigenlijk heel lang voor heel veel mensen. Vanaf het moment dat je je inschrijft tot aan het moment dat jij je profiel weer afmeldt. En dat is over het algemeen een veel langere periode dan wanneer jij gewoon eens dus een keer aan iemand wordt voorgesteld en daarmee op date gaat. En dat maakt dat je dus um, veel langer met die verschillende vormen van onzekerheid um, te maken hebt. Dus deels is het part of the deal, maar het maakt het niet prettiger. En wat wel kan helpen is als jij het uitspreekt tegen de ander. Want als jij je bijvoorbeeld afvraagt, hey, ben ik wel leuk genoeg? Is de ander wel oprecht geïnteresseerd? Heb ik wel het juiste gezegd of geschreven? En op het moment dat jij wel met die onzekerheid zit, maar jij spreekt dat niet uit, is er een hele grote kans dat die onzekerheid gevoeld blijft worden. En door heel veel dingen ook uh, gevoed kan worden, waardoor die onzekerheid alleen maar sterker wordt. Terwijl als jij het uitspreekt naar de ander. Geef je jezelf in ieder geval de kans en de ander om een antwoord te geven. Ben je wel leuk genoeg? Heb je iets gezegd of geschreven wat misschien niet helemaal goed is gevallen? En ook al krijg je een afwijzend antwoord, dat is vaak ook nog beter dan het niet weten. Want als er iets is wat wij als mensen slecht kunnen verdragen, dan is het wel onzekerheid door het niet weten, onwetendheid. En op het moment dat daar een afwijzend antwoord komt, dan is het aan jou om jezelf dus ook weer een beetje um, daarin gerust te stellen en te bedenken van, oh ja, maar word ik nou als persoon afgewezen? Of mag het nou zo zijn dat deze persoon romantisch gezien niet in mij geïnteresseerd is? Want dat kan. En dat mag. Want hierbij geldt ook weer, um, je hoeft niet op iedereen te vallen. En je hoeft zeker niet. Te veel in deze onzekerheid te blijven zitten. Dus communiceer en op het moment dat er iets is wat je wil vragen, vraag het dan gewoon. Gewoon om jezelf daarin een beetje te beschermen. En tot slot is er nog een manier waarop jij jezelf kan beschermen. En dat is namelijk het instellen van jouw uh, meldingen. Het instellen van je meldingen die je op je telefoon krijgt via de app. De instellingen die jij krijgt binnen je mail. Want als jij um, 24/7 meldingen binnenkrijgt van Lexa, dat iemand op je profiel heeft gekeken, iemand een berichtje heeft gestuurd, dan, kan, dan is de kans heel groot dat als je het hebt over de duur van die zoektocht van de liefde, dat jij daar dus 24/7 mee bezig bent. Of in ieder geval continu berichtjes krijgt die jou eraan doen denken. En tegelijkertijd kan het dan ook nog eens zo zijn dat op onbewust niveau je wordt geconfronteerd met het feit dat die zoektocht nog gaande is. En dat die liefde er dus nog is, niet is. En dat kan zijn op heel onbewust niveau. Dus dan hoef je helemaal niet te denken continu van, oh ja, ik krijg weer een bericht. Oh ja, want ik heb geen partner. Oh ja, ben ik wel leuk genoeg. Maar op veel fijner, subtieler niveau gebeurt dat. Want je leest het, je ziet het. Je registreert het. En continu is dat dus een bevestiging. Hé, hey, ik ben op zoek naar de liefde. En dat is eigenlijk een heel onnatuurlijk proces om daar 24/7 mee bezig te zijn. Dus als je je meldingen aanpast als je je, uh, van je app, maar ook dus van je mail, kan je in ieder geval zorgen dat je daar al niet continu mee wordt geconfronteerd of wordt, uh, mee wordt overprikkeld. En wat daar een beetje bij hoort, is ook het stukje, gun jezelf dat je afspraken maakt wanneer, hoe vaak jij op de app gaat zitten. Want als jij elke keer gewoon tussendoor een beetje aan het kijken bent, in hoeverre doe je dat dan oprecht? Heb je er echt aandacht voor en doe je het niet gewoon uit verveling? Dus. Geef jezelf gewoon de tijd om te bedenken, hé, hey, ik ben nu. Um, voel ik me goed? Ik heb nu, heb ik de tijd om op een bewuste manier door profielen heen te scrollen, om op een bewuste manier echt even het gesprek met iemand aan te gaan en op die manier echt op een bewuste manier op zoek te gaan naar de liefde Alexa. Want je mag jezelf die tijd gunnen. De liefde heeft geen haast en de liefde wacht wel op je. Maar op het moment dat je er te Vaak mee bezig bent, dan kan dat voor te veel onprettige emoties zorgen. Die, die, al die emoties die ik net had beschreven, als je dat maandenlang um, allemaal moet ervaren, continu, en dan vraag je bijna iets onmenselijks van jezelf. Want we zijn daar helemaal niet op ingericht om zoveel intensieve emoties te ervaren. Dus gun jezelf die rust en kader het wat meer. En dan kan je er ook veel meer van genieten. Dan gaan we nu naar de keywords van dit gedeelte. En dat zijn online daten is een intens proces juist omdat gevoelens van blijdschap en teleurstelling zich in een rap tempo afwisselen. Probeer met jezelf af te spreken hoe vaak jij op een dating app zit. En een gevoel van onzekerheid lijkt als vanzelfsprekend aangezien je jezelf voortdurend kwetsbaar opstelt, je te maken krijgt met afwijzing en op zoek bent naar bevestiging. Dan gaan we gaan nu naar het tweede gedeelte.